Demi de Zeeuw voetbalde sinds hij kon lopen. Hij speelde bij AZ, Ajax, Spartak, Moskou en bijna 40 keer in het Nederlands elftal. Nu is Demi op Ibiza, omdat hij daar de helft van het jaar woont, maar ook om zijn kledinglijn Baller te promoten. Want Demi verdient zijn geld vandaag de dag als ondernemer. Ja, ik wil wel groter worden. Ja, ik wil gewoon een winkel in New York, dat is gewoon wat ik wil. En ik weet gewoon dat komt er ook, maar ja, dat duurt even, maar die winkel die komt er gewoon. En ja, dat is wat ik wil. Gewoon als ik in Hongkong op vakantie ga of in New York of LA, dan wil ik gewoon in een ballenwinkel kunnen. De stervoetballer neemt zijn nieuwe carrière als zakenman erg serieus. Het is geen bevlieging die opkwam om het leven na het voetballen in te vullen. De interesse in slim zaken doen werd al gewekt in zijn tijd als beginnende voetballer. Ik heb een keer met Toon Gerbrands gezeten en toen heeft hij een keer verteld zeg maar, hoe dat spel over transfergeld, hoe dat in zijn werk gaat. En ja, dat was wel interessant om te horen en te zien hoe dat gebeurt allemaal. Demi verdiende al vroeg veel geld. Om te voorkomen dat jonge profvoetballers al hun geld snel uitgeven, is er een spelersfonds, het CFK, dat zorgt voor een soort voetbalpensioen. Nou, eigenlijk met CFK spaar je gewoon elke maand salaris of transfersommen. Dat ging allemaal aan het CFK. En ja, dat bouw je uiteindelijk een potje mee op. En als je dan gestopt bent, dan bespreek je met hun van ik wil het over 10 jaar laten uitkeren of over 20 jaar. En dan krijg je gewoon elke maand geld. Echt gekke dingen heeft hij nooit gedaan met dat geld. Eén keer kocht hij de Bentley, waar hij altijd al van droomde. Maar de grote bedragen investeerde hij in huizen. Daar heeft hij het meeste gevoel bij. Ik ging naar Rusland toe en daar kreeg ik een hoop tekengeld. En ja, toen moest ik iets met mijn geld doen. En toen dacht ik van, nou, ik koop een appartement in Ibiza. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste grote aankoop naar mijn huis in Nederland. En ja, eigenlijk heb ik het nu vorige week verkocht met heel erg veel winst, omdat ik het al een tijd geleden had gekocht. Dus het was ook een goede investering. Later kwamen er nog een paar huizen als investering in Nederland of op Ibiza. De rest zit in Demi's bedrijf of laat hij beheren door de bank. Als ik er niks meer heb, doe ik het ook niet. Dus ik kan wel gaan beleggen in dingen waar ik, ja, in bitcoins of zo, dat soort dingen. Maar daar heb ik gewoon niks mee. Ik heb niks met beleggen en dan koop ik liever panden. Demi snapte al heel jong hoe belangrijk het is om je goed te laten adviseren over wat je met je geld doet. Ja, je ziet genoeg voetballers die wel echt helemaal aan de grond zitten, omdat ze gewoon niet goed met hun geld omgaan of de verkeerde keuzes maken. En mijn zakennemer heeft het altijd goed in begeleid en ook de bank, daar heb ik altijd goede afspraken mee over gemaakt. En daarom heb ik eigenlijk altijd heel goed op mijn geld gelet en heb ik eigenlijk ook geen problemen om, ja, in principe de rest van mijn leven gewoon rustig te leven. Dat is Demi de Zeeuw absoluut nog niet van plan. Demi heeft 3 ondernemingen en dat gaat goed, heel goed. Voordat we begonnen zei ik, als er een gek komt die 100 miljoen betaalt, verkopen we het. Maar ja, dan weet ik dat we nu al heel snel afscheid moeten nemen. Dat wil ik nog lang niet. Demi de Zeeuw begon na een succesvolle carrière als voetballer een leven als ondernemer. Zoals het er nu uitziet, gaat hij daar nog succesvoller in worden. Baller, zijn lifestyle en kledingmerk, is populair. Daarnaast bezit hij Wannahaves, een content provider over alles wat luxe is. En 433, op social media, het grootste platform over voetbal ter wereld. Ik doe alleen maar wat ik heel erg leuk vind. En wat ik eigenlijk heb gedaan, is eigenlijk mijn leven als voetballer, wat ik in mijn vrije tijd doe, dat zijn eigenlijk nu mijn 3 bedrijven geworden. Ik vind het heel leuk om foto's te maken en video's. En dat doen we nu met Wannahaves. Ik hou van voetbal, dat is 433. En ik hou van kleding en dat is nu Baller geworden. Dus eigenlijk is gewoon mijn eigen leven is eigenlijk gewoon in 3 merken gesplitst. En ja, het gaat gewoon heel erg goed. Vandaag bekijkt Demi de nieuwe wintercollectie. En die is nu als proto sample binnen. All black. Met de rubber badge. Ja, deze is mooi. Ik let nu op of alles zo is zoals we eigenlijk besproken hebben, maar het is, ja, precies zoals we hem wouden hebben. Deze komt vers uit Portugal. Ja, dat is maar gisteren binnengekomen. Je hebt die nog niet gezien? Nee. Ik denk dat we nu in Nederland wel echt een hype wil ik niet zeggen, maar wel echt een begrip zijn geworden. Je ziet nu ook veel DJ's en jonge rappers die ook allemaal over Baller in hun teksten schrijven. Dus we zijn wel echt hier een begrip. En
ja, we zijn al die tijd al heel internationaal gericht. We wouden geen Nederlands merk zijn. En ja, we verkopen nu in denk ik 150 landen al onze kleding. En het gaat gewoon echt om het merkbouw. Ik wil gewoon later als ik het verkoop, of dan wil ik gewoon terugkijken van ja, dat heb ik neergezet. En merkbouw is gewoon heel erg moeilijk. Dat ondervind ik ook, maar het is niet ja, op de manier hoe wij het doen niet onmogelijk. Naar mijn idee is het visionair. Een beetje zwaar beladen woord, maar ik vind dat hij zo'n duidelijke visie heeft waar ze naartoe willen. En ook buiten de paden om, dat hij toch ideeën heeft wat misschien nu onwezenlijk lijkt of een beetje van te hoog gegrepen. Maar uiteindelijk komt het toch eruit. En dan zie je toch dat hij wel gelijk heeft. Ja. Het is een heel andere tak van sport dan waar Demi vroeger zijn geld mee verdiende. Veel oud-voetballers proberen het als ondernemer. In vroeger tijden met een sigarenwinkel of sportzaak, later in de mode. Slechts weinigen zijn geslaagd. Die kleding maken, dat kunnen meer mensen, maar uiteindelijk de top halen, dat is wel heel moeilijk. En ik heb al heel veel boeken gelezen, heel veel van ondernemers. En ik denk dat ik gewoon altijd hard werk en gewoon het beste van probeer te maken. Ik ben altijd zo geweest en daar kom je ook het verst mee. Er zijn veel jongens die hadden ook allemaal mooie praatjes. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En uiteindelijk zijn die nu allemaal niet meer. En ik weet gewoon heel goed ja, welke kant ik op wil. En hij weet ook nog hoe. Demi gelooft heilig in de strategie van marketingdeskundige Andrew Davis, brandscaping. Brandscaping is de theorie die zegt dat je publiek altijd al ergens is. Andere merken of mensen hebben allang de aandacht van dat publiek. Door met hen samen te werken, bereik je in één klap je hele doelgroep. Vaak zelfs zonder dat het geld kost. Ja, ik vind brandscaping, dat is voor mij echt ja, typisch hoe ik ben. Je wilt gewoon dingen combineren met elkaar. En dat is denk ik het beste, gewoon twee merken die elkaar versterken. En ja, dat kan gewoon met gesloten beurzen gaan. En dan moet gewoon allebei zorgen dat je wat aan hebt. En er zijn gewoon heel veel verdienmodellen. Ja, die moet je gewoon goed in kaart hebben. En als je dat weet, dan, ja, dan zijn er gewoon hele slimme deals te maken. In vele opzichten is Demi een hele moderne ondernemer. Hij gebruikt zijn bekendheid volop en heeft hard gewerkt aan grote social media accounts. Daardoor is zijn 433 nu het grootste social media voetbalaccount ter wereld. De miljoenen volgers zijn ook precies de doelgroep van Baller. Dus is het de ideale outlet om vrijwel gratis zijn merk bekend te maken. Ik probeer het merk verder te brengen met, ja, met samenwerking en niet zozeer in... Ja, ook wel marketing, maar een andere manier van marketing. Ik probeer echt ja, mensen die populair zijn of dingen die populair zijn, dat aan me te binden. Dat deelt hij vervolgens via social media, zodat de hele wereld het ziet. Zoals het moment dat topvoetballer Neymar een shirt van hem droeg. Ik kwam in contact met iemand van Barcelona, toen volgens mij met zijn broertje of zijn neefje. En die wou graag ballenspullen hebben, dus we hadden voor hem ballenspullen gestuurd. En ja, dat was volgens mij al een half jaar geleden. En ongeveer twee maanden geleden, toen zat Neymar ineens met een fan op de foto en had hij het ballenshirt aan. En ja, dat was al maanden geleden gebeurd. En dat is grappig dat hij dan toch ziet dat hij het toch draagt. En dat hij, denk ik, een maandje geleden een foto gepost met zijn broertje in het stadion. Dat hij nog zijn Barcelona tenue aan, maar zijn broertje met een ballenshirt om hem heen. En, ja, hij heeft 70 miljoen volgers. Daar kan je hele marketingstrucs uithalen, maar dit is gewoon de allerbeste marketing. Het heeft ons ja, amper wat gekost. Waar anderen voor grote bedragen reclames laten maken, regelt de Zeeuw zoveel mogelijk gratis. Het is wel echt een truc. Wij doen heel veel met influencers en met bloggers en met andere dingen. En ja, als je ziet de grote bedrijven, die zeggen gewoon oké, hier heb je geld en we betalen wel om op tv te komen en noem maar op. Terwijl dat steeds minder invloed heeft. Het zijn juist de bloggers, de vloggers die, ja, die invloed hebben. En wij, ja, wij hebben nog nooit iemand betaald om voor ons te posten of iets te doen. En dat is denk ik veel, ja, veel waardevol. En dat is denk ik ook de kracht van ons bedrijf. De rest van de wereld ontdekt die kracht langzamer dan hij. Kwamen mensen vroeger naar hem kijken als voetballer? Tegenwoordig komt men luisteren als hij zijn aanpak uitlegt op een business event. We focus mostly on this social media. And we have around 15 million to 20 million followers every day on Instagram. Hij gaat continu slimme samenwerkingen aan. Daarom is er inmiddels een Baller Rolex en zijn deals met automerk Mini en cameraproducent Leica in de maak.
Naast de webshop is er één echte winkel in Amsterdam. Voor de rest wil Demi, wat Nederland betreft, alleen zogenoemde shop-in-shops openen, zoals hier in Den Haag. Yo! Goedemorgen, zijn we weer. Hoe is het? Goed met jou? Ja, lekker. Vanaf 1 november zal hier een ballen shop-in-shop zijn en ook in Rotterdam. Dus voor ons een hele mooie kans om verder te groeien met het merk. Groeien is het sleutelwoord, maar alles is in eigen hand en dus met eigen geld. Ook al beperkt dat het tempo waarmee ze groter worden. Ja, dat is eigenlijk nu het spel wat je aan het doen. Je hebt een cashflow en die moet gewoon goed zijn. En als je nog niet het geld op je rekening hebt om bijvoorbeeld 30 winkels in het buitenland van voorraad te voorzien, dan kan je gewoon niet groeien. En ja, je moet weten wat je inkoopt. Als je 1 miljoen inkoop hebt, dan weet je ook, ik kan 4, 5 miljoen verkopen. En dat is een verschil. Als je 100 miljoen hebt, dan weet je, dan kan ik 600 miljoen maken. Demi de Zeeuw geniet van het leven op Ibiza. Maar dat is niet de enige reden dat hij hier vaak komt. Hij weet dat het gevoel van Ibiza precies het gevoel is waarmee hij zijn doelgroep aanspreekt. Je ziet al die mooie auto's waar we mee rijden of video's waar we zijn. En mooie restaurants, mooie clubs, mooie dames. En dat is wat die gastjes tof vinden. En ja, dat zorgt gewoon dat mensen het willen hebben. En dus is er inmiddels een ballerboot en zijn er nog veel plannen in de maak. We zijn nu bezig om met een beachclub een grote deal te sluiten. Om heel het personeel te voorzien van kleding, een eigen winkel in het centrum. Daarnaast heel veel content maken. Dus gewoon daar de hele zomer eigenlijk zijn. En ik wil niet zeggen het hele eiland claimen, maar het hele eiland moet wel weten dat ballen op Ibiza is. En dat gaan we langzaam uitbouwen tot echt een wereldwijd merk. Ik sluit niet uit dat we binnen, voor 2020 misschien een eigen ballenhotel hebben. En dat het echt een imperium, echt een lifestyle imperium is geworden. En dat kan alles zijn. Je kan ook horeca ballen maken. Je moet gewoon een goed concept hebben. En we hebben gewoon een heel sterk concept. Ik heb toevallig laatst een mooi gezegde gezien van als je een goede winkel hebt, zorg dat je die winkel koopt. Als die goed loopt, zorg dat je de buurman koopt. Als dat ook goed loopt, koopt het hele blok. Uiteindelijk koopt de hele wijk op. En dat is me wel bijgebleven. Ja. Als iets goed loopt, dan moet je alles pakken.